knopje. Neemt hij zo op? Nou, moet ik ja, op. Hij neemt op. Een rood lampje. Record. Ja, handig knopje. Oké. Ja, het belangrijke is ook eigenlijk dat je... Je hebt eigenlijk een verschil tussen de passieve en de actieve kosmos. Dus eigenlijk ook een beetje de mannelijke en de vrouwelijke kracht, zou je kunnen zeggen. En de vrouwelijke kracht, dat is ruwweg, zeg maar 80%, 2/3 van alle energieën is eigenlijk vrouwelijk en passief. En ja, die reageert dus op ons. En het kleinere deel van de kosmos werkt dus actief sturend. Kleinere deel van de kosmos, dat valt ons vaak veel meer op. Omdat we dus inderdaad egregores, engelen, verlichte meesters, die proberen ons inderdaad te sturen. En dus in verhouding, het is ook niet heel zwart-wit actief passief, maar in verhouding zijn zij natuurlijk veel actiever dan wij, want zij werken op ons in. En wij werken weer in op dingen die passiever zijn dan wij. En die proberen wij dan weer te sturen. En ja, voor ons is een van de meest passieve rijken, dat van de stenen. Dus de stenen zijn heel passief, de planten zijn dan wat actiever, de dieren nog actiever. Wij zijn dan weer nog wat actiever en geesten zijn dan weer nog wat actiever dan wij. Dus ja, dat is een soort scala. Actiever in? Gewoon in de ontwikkeling. In ontwikkeling, want, althans, ik kan beter zeggen in de zelfontwikkeling. Ja. Want wij geven dus een impuls aan zo'n een steen of een plant van, goh, vind je het niet leuk om dit te doen of dat te doen of met ons te werken? En zo geven ook weer onze gidsen, geven ons impulsen van, goh, ga je eens ontwikkelen, ga eens iets doen met je talenten. En die inspireren ons weer. Ja. En eigenlijk het passieve deel in ons, dat moet dus gewekt worden om uiteindelijk deel te gaan nemen aan een groeiproces. Net zoals dat wij dan door onze gidsen uitgenodigd worden van gebruik die talenten en trek die vaardigheden die ons sluimeren mee in een actieve groei. Zo dienen wij dat weer dan te doen met de natuurkrachten en met de stenen. Zo'n steen die ligt ergens rustig te slapen in de aarde. Nou, op een gegeven moment graven wij die op en dan zeggen we zoiets van, je hebt allemaal talenten en je kunt allemaal mensen helpen. En lijkt het je geen leuk idee om eens wat te gaan doen met je talenten. En als je dat zo'n steen goed duidelijk kan maken, wat zijn talenten zijn en wat zijn vermogens zijn, dan kan hij daarin meegaan. En behalve dat wij dat doen, heb je dus ook nog natuurgeesten die dat ook al doen. Dus die begeleiden ook al geesten, planten en dieren in het zich zo goed mogelijk ontwikkelen. We hadden het ook al net eventjes over inderdaad engelen gehad. Misschien is het wel leuk om even een reisje te maken naar die engelenwereld. Engelen die zijn heel specifiek, dus die hebben echt zoiets van, wij werken met natuurkrachten en niet met mensen en dat soort wezens. En ze hebben eigenlijk ook een heel ander idee over hun evolutie, over hun ontwikkeling. Want de mensen zijn toch een beetje geneigd om vanuit zichzelf te denken. Zoiets van, hoe moet een steen zich ontwikkelen? Nou, die moet mij genezen. En hoe moet die plant zich ontwikkelen? Nou, hij moet zijn genezende kracht uiten. En dat is eigenlijk puur, naar ons toe gericht. Zoiets van, wat is de functie van de steen? Hij kan mij helpen. Wat is de functie van de plant? Hij kan mij helpen. En dat is natuurlijk een nogal eenzijdige ontwikkeling die wij aan zo'n plant en aan zo'n steen meegeven. Dus het is aan de ene kant wel goed dat we het doen, maar we hebben daarin onze beperkingen. En eigenlijk elfen, die hebben die beperking niet. Die hebben meer zoiets van, zo'n steen die heeft een kracht in zich, of een plant heeft een kracht in zich. En dat is gewoon een intrinsieke waarde. En die kan die gebruiken voor andere planten, voor andere stenen, voor andere dieren. En niet alleen specifiek voor mensen. Dus het mooie van het contact met elfen is dus dat je ook vaak buiten je menselijke belevingskader kan gaan stappen. Zoiets van, wat doet een plant? Vaak kun je ook alleen maar ervaren wat een plant voor jou doet. En niet ervaren wat een plant doet voor andere planten. En elfen die kunnen je dat ook leren. Zoiets van, kijk, de eik of de hazelaar die doet dat met andere planten. En deze steen werkt goed samen met die steen. Die helpt die andere stenen te groeien en te evolueren. Want daar zit dus ook een heel web van interacties en stimulaties in.
is wat dat betreft wel altijd goed ook om inderdaad te erkennen dat de elfen nogal eigenlijk door de eeuwen heen het nooit zo eens zijn geweest met mensen. Omdat ze dus, ja, de mensen die trekken de natuur een bepaalde kant uit. En zij vinden dat eigenlijk een beetje een verstoring van hun harmonie en te eenzijdig. Ze zijn ook vrij machtig. Dus ja, ze kunnen, als ze dat willen, vrij makkelijk een vloek opleggen of iets anders mensen aandoen. Van nature hebben ze meer zoiets van oké, jullie doen jullie ding, wij doen ons ding. Ze zijn eerder vermijdend dan dat ze het contact opzoeken. Maar als je dus merkt, ziet van goh, die elf heeft eigenlijk er geen zin in. Ga dat niet pushen. Want ja, ze zijn, als ze boos worden, dan kun je er behoorlijk veel last van hebben. Want ze kunnen dus inderdaad zowel zegeningen als vervloekingen creëren. Eigenlijk door hun vermogen om de elementale krachten te beheersen. En daarmee kunnen ze dus structuren maken die ook in hogere werelden doorwerken, in astrale werelden, in emoties. En daarmee kunnen ze dus eigenlijk ook je karma veranderen, waardoor je bepaalde krachten aan gaat trekken of juist afstoot. Dus ze zijn... Ze zijn goede vrienden dus. Ja, als ze vrienden zijn. Ze zijn goede vrienden. Ja. Ja, dus soms stellen ze ook een bepaalde familie aan als bewakers voor een bepaald gebied om daar voor de natuur te zorgen. En zo'n persoon die ze dan ook bepaalde krachten of beschermingen geven. En dat zit dan vaak echt in een familielijn. Dat gewoon, zij werken samen met die elfen, met die krachten. Maar eigenlijk die hele lange familielijnen, die kom je in West-Europa weinig meer tegen. Want mensen zijn verhuisd, die geesten zijn weggetrokken. Iedereen die daar iets mee deed, die werd als heks verbrand. Maar ja, als je dus in andere gebieden gaat, over de hele wereld, dan kom je dus nog wel mensen tegen die eigenlijk dat contact met die elfen hebben. En dan vanuit die manier eigenlijk ook een soort woordvoerder zijn voor de natuur. En ook een soort zorgdraging voor de natuur in samenwerking met die elfen. Dus in Engeland vind je dat nog, maar... ook in Noord-Amerika, alleen dan moest het anders. Azië ook wel, maar ook niet zo heel veel hoor. Dus Oost-Europa en Afrika vind je het ook vrij sterk. Zowel Noord- als Zuid-Amerika. De beleving van elfen die verschilt heel sterk. Want ze zijn nogal vreemd voor ons. Dus sommige mensen die denken dat ze een buitenaardse zien. Sommige mensen die zien het als een engel. Heel verschillende belevingen, hoe het zich manifesteert of hoe dat in jou resoneert. Dus. En heb jij zelf contact met die elfjes? Heel sporadisch. Want ze zijn het niet oneens met wat ik doe hier in de buurt. Dus ze hebben zoiets van, je helpt de natuurgeesten, werkt met ze samen. Dus ze vinden het wel goed. En af en toe dan via laat ze me ook wel eens weten van zou je hier eens naar kunnen kijken, zou je daar niet wat mee doen. En ze bieden ook wel, ze hebben ook wel zoiets van als het echt misgaat, dan kunnen wij je wel in bescherming nemen. Maar ze houden zich toch nog zoveel mogelijk afzijdig. Want ze hebben natuurlijk ook zoiets van ik kom relatief uit het niks natuurlijk. Mijn familielijn die komt nergens vandaan. Die is hier maar neergestreken. Mm-hmm. Het is gewoon nog een beetje te snel voor ze. Want zij zitten in een veel tragere evolutionaire stroming. Want mensen, dat gaat vrij hard. Mm-hmm. Maar een steen, het leven van een steen, dat kan wel een tijdje duren. Mm-hmm. Van planten en van bossen. Dus, ik heb wel zo dat ik bij de plek waar ik nu zit, dat ik voel dat ik een stukje beheer heb daar en zo. Weet je wel? Dat je misschien nu onbewust dat je daarmee dat je daar op afstemt of dat je daar een invulling in geeft of in de geest dat proberen om een stukje in te moeten komen. Ja. En ik voel wel dat die plek daar ook wel verandert. Een plek waar ik iets achterlaat. In vorm van iets van kleine, als ik iets even iets achterlaat, voor verspillen is in feite ook voor het gebied. Ik dank er ook heel vaak, dat kan mag zijn en zo. Iets dat je daar gewoon, misschien ook wel onbewust, niet dat je ze dan ziet of dat niet, maar
Ik weet gewoon dat ze er zijn. Maar ik denk, ik ben er wel mee bezig. Ja, dat is wel belangrijk. Nou, dat is heel mooi. Ja, het werkt ook heel prima, vind ik. In jouw gebied wordt het ook hoe langer hoe drukker, zie ik. Dus, nou, het is eigenlijk zo dat de basisenergie, die komt eigenlijk voort gewoon uit het land zelf. Dus uit de steen, uit de mineralen rijken. Die geven eigenlijk een bepaalde impuls dan weer aan, aan de vegetatie. Die planten die creëren dus een veld. Ja, ja. Want eigenlijk een steen die heeft over vrij weinig aan emotie. Maar planten die hebben wel vrij sterke emoties. Dus die kunnen blij zijn of troef of hoopvol. En dat creëert eigenlijk een bepaalde sfeer al eromheen. Mm-hmm. En die bepaalde sfeer, dat werkt dan ook vaak heel erg samen met de geesten die er gaan leven. Mm-hmm. Dus die geesten zijn ook blij of speels of hoopvol. En afhankelijk van wat er dus veel gebeurt in een gebied, ja, dan gaat dat zich versterken. Dus als je een gebied hebt waar veel kinderen spelen, dan komen er zo'n speelse geesten. En de planten die gaan dan ook mee in die energie. Dus dan bouwt zoiets zich op. En dat trekt dan ook een bepaalde kracht aan. Maar ook het omgekeerde, als er heel veel gekapt wordt en vervuild, dan kan er een bepaalde angst bij die planten ontstaan. Die trekt dan ook weer dat soort geesten aan en dat soort krachten. En dan wordt het een heel, heel zwaar eng gebied eigenlijk. En dan zijn dus ook wat simpelere emoties. Die ook dieren hebben, die zijn voor de natuur vaak ook relatief makkelijk om te veranderen en te transformeren. Dus blij of troef of wat dan ook, dus daar kunnen ze wat mee. Maar er zijn ook dingen die heel specifiek menselijk zijn. Zoals hebzucht, trots, verkrachting. Voor die dieren is dat zoiets van dat is onbegrijpelijk, dat is veel te complex en veel te raar. Dat zijn vaak ook het soort energieën die blijven dan vaak ook in de natuur ergens hangen, omdat de natuur ook niet weet wat ze ermee moeten. En eigenlijk op dat soort momenten heeft de natuur ook een mens nodig om dat weer op te ruimen. Wat je ook bij de Aboriginals ziet, is dus dat als er iemand sterft, dan blijft ook een stuk van zijn energetische lichaam daarachter. En zij geloven dus ook, als er in de natuur iemand sterft, dan moeten de mensen daar naartoe om dat voor de natuur op te ruimen, omdat die energieën gewoon te complex zijn. Want anders dan raakt de natuur daar verstoord. Maar behalve het sterven, waarbij dus een hoop dingen losgelaten worden, kan dat dus ook bij een heel... sommige mensen die verdringen gewoon dingen of bepaalde energieën en die laten dat ook los. En het is eigenlijk onze taak als mens om dus die menselijke afval weer weg te halen. En dat meer natuurlijk afval, dat kun je gewoon aan de natuur overlaten. Hoe haal je dat weg? Het is eigenlijk net zoals dat je als we die aura schoongemaakt hebben. Dus dan voel je ook gewoon zo'n structuur en zo'n aura. En dan ga je op zoek naar die kern. Dan trek je zeg maar die pin eruit en dan valt het in elkaar. Of de pinnetjes. En eigenlijk op zo'nzelfde manier kun je dus ook gewoon een plek in de natuur hebben waar een energie hangt. En dat kun je dan ook zo. Het is ook een astrale structuur waar je gewoon die je weer op kan laten lossen. En ook bij die complexere problemen, dat zijn dus ook wel dingen waar elfen zich mee bezighouden. Dus die kunnen dat op zich ook wel. Maar dat is ook iets waarin wij als mensen een rol kunnen spelen. En dan kom je in zo'n krachtveld, we hebben net even twee verkrachtingen zo, maar wekt dat dan ook iets op of gebeurt er dan ook iets apart in zo'n gebied als dat zich sterk dat veld daar staat? Ja, kan het zeg maar wat het eigenlijk doet is, lagere energieën zoals ik al zei, die richten zich vaak naar hogere, dus die worden dan ook meegetrokken in iets. En soms wordt het meegetrokken in iets wat ze zelf kennen, dan kunnen ze dan ook zeggen van nee, dat doe ik niet of... Daar hebben ze een bepaalde beheersing over. En anders dan worden ze meegetrokken in iets wat ze niet kennen, niet snappen, niet kunnen bevatten, letterlijk. En dan ontstaat er meer een soort verwarring of een soort paniekgevoel bij de lokale geestjes en plantjes. Dat is een beetje hetzelfde. Je hoort ook wel eens dat mensen die een engel zien in angst in elkaar duiken. Dat is ook omdat ze het niet kunnen bevatten. Ze zien iets heel groots en onbegrijpelijks. En zo is het ook voor zo'n plant. Dat is gewoon heel groot en onbegrijpelijk. Maar ook zo'n mens onbewust
voelt dat, straalt op in, zeg, is er niet zo bewust van, je stapt in zijn energieveld in. Negatief kan ook positief, kan allemaal energie ja. zijn. Dus dat je, ondanks dat je daar misschien heel bewust mee bezig bent, stuurt dat in. Het is ook duidelijk heel verwarrend, want zeg maar, mensen die hebben hun eigen heilige plaatsen. Maar ook natuurkrachten hebben ook in de natuur hun eigen tempeltjes en heilige plaatsen. Waar zeg maar hun, die krachten ook samenkomen en ook geïnspireerd worden door de Heilige Geest of het Goddelijke of het Absolute. Maar ook de leiding die zij krijgen is ook weer heel anders dan de leiding en de sturing die wij ontvangen vanuit die goddelijke werelden. Dus wat dat betreft is echt een verschil tussen de natuurkrachten en de cultuurkrachten. En ideaal gezien, voeg je dat dus een beetje samen. Dat begrijp ik dan goed, dat als je bijvoorbeeld ergens in een bos of in een veld een verkrachting plaats heeft gevonden, dat dus die omgeving daar dat oppakt en niks mee kan. Ja, dat klopt. Dat soort dingen blijft dus vaak heel lang hangen. Dus oude slagvelden ook. Want het is al honderden jaren geleden. Goede planten en bomen, maar toch blijft de energie daar hangen. Omdat het gewoon te complex is voor ze. Dus we kunnen daar niks mee. Het is hetzelfde als met die grafheuvels, met die offerheuvels wat we daar gevoeld hebben? Dat is anders. Want die energieën zijn daar zijn eigenlijk ook te complex. Ja. Dus dat kun je ook stellen. Daar zijn ze alleen wel sterker gebundeld, omdat de mens heeft daar natuurlijk grafplaatsen gemaakt. Dus ook, het ligt een leylijn. Dus dat spelen ook nog andere factoren. Want op zich, het is ook een kwestie van tijd. Hè? Want een structuur die niet meer ondergesteund wordt of gevoed wordt, die zal ook wel uit zichzelf gaan vervallen. En zeg maar, als gewoon mensen ruzie hebben, dan is dat binnen een paar dagen is dat ook weg. Omdat dat niet zo heel intens is. Maar natuurlijk als duizenden mensen sterven op een plek, dan is dat veel intenser. En dat ebt ook veel langer voort. Dus dat zijn plekken waar je als mens eventueel ook juist in samenwerking met engelen heel veel kan, elfen heel veel kan betekenen. Dat zijn eigenlijk ook de plekken waar je dus inderdaad, in de plaats van de kleinere natuurgeesten, dus inderdaad elfen op aan zou spreken. Want de natuur daar heeft er ook last van. Dus dan kun je zeggen van, kun je niet samen wat aan gaan doen? Zo kun je vriendjes worden. Zo kun je vriendjes worden. Ja. Een groot verschil is ook dat eigenlijk de meeste natuurgeesten zijn echt inderdaad ook heel territoriaal. We zijn zelfs gebonden aan een specifieke boom of plant of vrij kleine gebiedjes, meestal van een paar honderd meter, zeg maar, waarbinnen zij een beetje rondlopen. Dan heb je inderdaad een hogere orde en dat zijn eigenlijk de landschapsengelen. En die hebben dus vaak een heel domein onder zich en dat is vaak gewoon kilometers. En daar kan ook nog wel een kleine hiërarchie in zijn, dus bijvoorbeeld je hebt maar meestal heb je een normaal natuurdomein is gewoon ongeveer, dat zijn ongeveer 4 kilometer in doorsnede. Dat is een normaal domein voor een relatief simpele landschapsengel. En daar kunnen ook nog weer hogere landschapsengelen boven staan, die dan inderdaad weer verscheidene van de kleinere landschapsengelen controleren. En eigenlijk is het met een stad hetzelfde, want vaak is een stad ook verdeeld in één of meerdere domeinen, waar eigenlijk ook nog een soort landschapsengel overheen zit. Alleen het probleem is dus voor zo'n landschapsengel dat er zijn geen natuurgeestjes meer om naar hem te luisteren. Dus daarmee verliest ook zo'n landschapsengel vaak een beetje de controle over zo'n gebied. En daarvoor heb je dan weer stadsshamanen die dan weer met zo'n landschapsengel gaan werken, van de geest van de stad. Om daar toch weer de boel een beetje in voet te houden. En je hebt ook alweer stadsgeesten. Dus dat is ook weer een kwestie van evolutie. Dat er gewoon er is een taak die vervuld moet worden. En uiteindelijk gaan geesten ervoor kiezen om die taak te vervullen. Dus dan gebruikt u nog wel die landschapgeest voor de stad, zeg maar. Dus die landschapgeest krijgt eigenlijk een hele andere taak. Die krijgt een andere taak. En dat kan dus twee kanten uitgaan. Dus soms past zo'n geest zich aan. Andere keren trekt hij weg. Dus je kunt ook wat dat betreft een soort leeg domein hebben, waar dus eigenlijk niemand voor zorgt. En dan wordt het vaak heel chaotisch en vervuild.
de sjamaan het zelf gaan doen. Ja, ja, of in het plaatje kan dan ook gewoon een mens krijgen die daar gaat wonen en dan die taak op zich neemt om voor het domein te zorgen. Omdat er geen geest is die dat doet. Ja. Maar ja, vooral inderdaad in gebieden die dus ja, vrij recent gekoloniseerd zijn door de mensen. Dan wil je nog wel eens een boze landschapsengel krijgen. Die zoiets had van, ja, ik had hier mijn volk en mijn ding en dat wordt nu opeens verstoord. Dus ze kunnen heel knorrig wonen. En dan zoiets hebben van, ja, ik ga jullie nog helpen ook. Ben je helemaal mal? Okay. Is ook weggestuurd. Ja, dus het is vaak ook zo dat, zeg maar, als de bebouwing in een gebied echt veel ouder is, meer dan 400 jaar... Dan heeft ofwel is die geest daar weggegaan, ofwel heeft zich aangepast, ofwel er is een andere geest komen wonen om voor de mensen te zorgen. Maar dat is altijd iets waar je op moet letten, vaak in nieuwbouwwijken, dat je ja, eerder te maken hebt met een boze landschapsengel dan in een, zeg maar, een oude stad. Ja, verandering, te snelle verandering, dat is lastig voor ze. Ja. Ja, landschapsengelen zijn dus ook nog domein gebonden. En eigenlijk zijn elfen hebben een soort relatie met die landschapsgeest of domeingeest, wordt het ook wel genoemd. Vaak is het zo dat in een domein zitten een paar elfen, omdat zij het een beetje als hun taak zien om inderdaad die domeingeest bij te staan in het onderhoud van een bepaald gebied. De elf zelf is dus niet eigenlijk van nature domein gebonden, dus die kunnen makkelijk tussen dimensies reizen en naar een ander domein gaan, maar ze verbinden zich vaak voor langere tijd met een gebied. Wat je ook altijd vaak merkt is bij elfen is dat ze vaak ook vriendjes maken van de elementalen. Dus je hebt inderdaad de geesten ook en de krachten van water, vuur, lucht en aarde. En vaak ook als je merkt iets van, goh, er zijn heel veel sterke elementale krachten aanwezig, of die manifesteren zich hier sterk, dat is vaak ook een bepaalde indicatie dat er misschien ergens in de buurt zo'n elf actief zou kunnen zijn. Hoe merk je dat? Elementale krachten zijn eigenlijk krachten die, als mens moet je altijd een beetje goed voorbereid zijn om met een elementale kracht te werken. Want ze zijn heel, het zijn echte oerkrachten. Dus eigenlijk van nature zijn ze vrij sterk, vrij wild. Leveren ze eigenlijk ook redelijk wat slijtage op aan je energetische lichaam. Omdat we eigenlijk gebouwd zijn om met veel meer getemdere, verfijndere krachten te werken. Dat is misschien wel leuk om... dat dan als eerst met engelen of eerst met elementaal? Nee, laat je eerst met Je was engelen, al met engelen dan. Bezig in de tijd. Of elfen, sorry. Elfen. Ja. Ja, dan misschien zien we wat, misschien niet. En anders dan gaan we alsnog wat met elementaal doen. Ja. Elementale krachten, aarde is inderdaad de stevigheid, de structuur. Water is de emotie, de beleving, ook de kennis, het verborgene, het intuïtieve. Lucht gaat veel meer over de communicatie, het overbrengen van dingen. Vuur, de transformatieve kracht. En eigenlijk is alle astrale structuren, dus iedere gedachte, iedere emotie, is eigenlijk opgebouwd uit elementale energieën. Maar ook heel veel energetische structuren, zeg maar, van de aarde zelf, dus ley lines en andere dingen, zijn ook opgebouwd uit een bepaalde mix van elementale krachten. En ook zo'n elementale kracht, bijvoorbeeld het vuur of de aarde, dat heeft ook nog een frequentie bereikt, dus dat kan lager of hoger zijn qua trilling. Elementale krachten die richten zich wel op het hogere, maar zijn eigenlijk van nature zijn ze chaotisch. Dus als je gaat werken met elementalen, moet je echt een sterke wilskracht neerzetten. Want anders dan gaan ze hun eigen gang, worden ze een beetje wild en rennen een beetje door jouw energetische lichaam heen en weer. En daarbij slaan ze gewoon gaten. Want zeg maar, jouw vuur en jouw aarde en lucht, die reageren allemaal op die elementaal. Want het is daar een onderdeel van. Jij bent eigenlijk meer een onderdeel van die elementaal dan omgekeerd.
zeg maar. En als die elementaal gewoon zegt van, oh, hey, dat leuk, joh, je hebt allemaal vuur in je, dat vind ik leuk, oké, ik neem het mee, doei. Ja, dan kun je heel erg uit je evenwicht raken daardoor. Dus het is niet voor iedereen weggelegd om met elementalen te werken. Je hebt gewoon een vrij sterke energetisch lichaam en een vrij stevige structuur nodig om daar een goede wilskracht. Maar dat gebeurt alleen maar als je zelf contact gaat maken met die elementaire, of kan dat ook gebeuren zonder dat je contact maakt? Ja, dus dan dat ze contact ergens, met jou gaan maken? Ja, kunnen ergens aanwezig zijn. Dus bijvoorbeeld in de Frandeu. Uh-huh. Daar had je dus, dat was een natuurgebied zeg maar, waar gewoon van nature vrij veel elementalen actief zijn. En die elementalen, dat, zeg maar, als je dat van nature hebt, een gebied met veel elementalen, die gaan dus vaak... zijn nogal chaotisch, dus ze hebben vaak een verstorende werking op dingen die jij doet, maar ook een versnellende, versterkende werking. Want ja, al jouw gedachten en emoties en je magische dingen worden ook een beetje aangejaagd en versterkt door die mentale krachten. Dus het is een soort versterker. Ja. Maar ja, dat, dan moet je jezelf heel goed kunnen beheersen, zeg maar. Wil dat ook niet uit de hand gaan lopen. Dus het is vaak zo met elementalen dat je zoiets van, je probeert ze vaak voor een klein beperkt doel te gebruiken. Dus van, oké, ik ga nu dit doen, zet het deurtje open, ga met elementalen werken, dat doe ik misschien een dag of een paar dagen en dan weer het deurtje dicht. Want ja, de hele tijd ze loslaten, dat kan nogal wat bijeffecten geven. Ja. Maar het zijn eigenlijk dus de elfen geven dus vaak een beetje de structuren aan van wat ze graag veranderd willen hebben. Van, goh, hier moet een leyline komen of daar moet een vortex komen of dat soort structuren bepalen zij vaak. En die elementalen die gaan het dan scheppen. Dat kan dan, meestal is dat een relatief snel proces. Dus als zij ergens een leyline willen hebben, dan heb je gewoon binnen dagen ligt er ergens een leyline. Dus dat gaat vrij hard. En wie scheppen dat dan, die elfen? De elfen die geven dus aan de elementalen aan wat er geschapen moet worden. Dus eigenlijk, als je gaat kijken, gewoon de aarde heeft een energielichaam met ley lines en allemaal aardstralen en noem maar op. Aardechakra's en het hele veld, dat is eigenlijk, wordt eigenlijk... het hele lichaam van de aarde is dus eigenlijk gemaakt... vanuit elementale krachten, door de elementale zelf. En dan meer vaak op aansturing van die elfen. Dus ja, ze hebben relatief veel kracht, maar ja, ze hebben ook... ze zijn over het algemeen niet zo bezorgd om mensen en laten dingen ook vaak maar gaan. Ze zijn niet altijd blij mee, maar ze hebben ook zoiets van, ja dat is een beetje een hands-off, laissez-faire... houding over het algemeen. Ja. En waar je wel altijd op moet letten als je met elfen gaat werken, is dus dat hun focus is, en ook hun groeirichting, is echt gericht op de natuur en niet per se op de mensheid. En let er gewoon goed op dat jij zelf inderdaad goed die balans hebt van oké, wat wil ik als mens doen en wat wil ik met en voor de natuur doen. Dat je daar gewoon die balans goed in bewaakt. Wat zou die balans dan verstoren? Wat zou je dan merken? Wat zij dus eigenlijk nastreven, is eigenlijk het... kijk, hoe leg ik dit goed uit? Wat zij eigenlijk nastreven is een goede doorstroming. Maar niet per definitie een richting. Zeg maar, als mens zijn we vrij erg bezig met lichte krachten, duistere krachten, orde, chaos. En daarin hebben wij een bepaalde richting die wij kiezen. Zeg maar. En daar zijn elfen eigenlijk helemaal niet in geïnteresseerd. Zij hebben zoiets van, er moet evolutie plaatsvinden, er moet een stroming zijn. Die stroming moet goed functioneren. En, dus een andere kijk. En dan gaat het meer om dat er veel verandering plaatsvindt. En ze hebben niet per definitie een richting die ze eraan willen geven. Daarvoor zijn dan wel weer, simpel gezegd, dat is ook veel meer een individuele keuze. En net zoals dat die, zeg maar dat ook de natuurgeesten die trekken naar heilige plekken.
waarin ze zeg maar, ook geïnspireerd kunnen worden om inderdaad misschien met chaos of orde of harmonie of liefde of hoge, lage krachten, licht en duister te gaan werken. Maar de elfen hebben ook zoiets van, ja, dat is niet aan ons. Dus die zijn wat dat betreft niet, kiezen geen partij. Maar als je dus zelf als mens die balans niet bewaart in dat werken met die elfen, wat zou je dan daaraan merken? Of wat zou dan, dat je een kant op gaat die je eigenlijk niet zou willen? Nou ja, of juist richtingloos wordt. Dus dat bepaalde processen, jouw groeiproces zal versterkt worden. Maar ja, misschien zo sterk dat jij niet meer de richting kan van bepalen. Dus vandaar dat ook, zoals ik al zei, van ja, een beetje sterke wilskracht is wel nodig. Want ja, net zoals dat het bij elementaal nodig is, is het ook bij die elfen nodig. Gewoon een duidelijke focus te houden. Van ja, ik ga die kant uit. Ja, we kunnen samenwerken. Ja. Ja. Als je met vuur speelt, dan heb je een overhand over het vuur, dan heb je een vlammenzee. Ja, natuurlijk een beetje controleren, want dan is het stuurbaar en ondersteunbaar ook. Ja, dus ze zijn wat dat betreft niet. Ze worden vaak ook heel ofwel als positief ofwel als negatief gezien, elfen, maar eigenlijk zijn ze neutraal. wat dat betreft zorgen ze, wat zij doen is eigenlijk ten bate van alles. Dus zijn ze mannelijk of vrouwelijk of allebei? Allebei zijn eigenlijk onzijdig. Het is een kracht die geen... ze manifesteren zich, ze incarneren nooit in een fysieke vorm. Dus soms wel in een astrale vorm. En hoe zien ze er dan uit? Hoe ze willen. Dus soms doen ze zich voor als een draak, of als een everzwijn, of als een mooie vrouw. Of hebben ze complete controle over. Ja, het astrale is gewoon maar iets wat een energie die ze kunnen controleren. Dus ja. Beetje wat je zelf wil zien misschien? Of, Ja, of wat zij willen dat jij ziet. Ja, wat zij willen dat jij ziet. Wil je zo'n reisje gaan maken? Ja. Even de lenzen. Ja. Okay. Ga je dat zo doen? Ja.